Sportweek TV. Ook in Nijmegen is de jeugd bezeten van de bekende voetbalplaatjes van supermarktketen Albert Heijn. En dus werd donderdag een heuse ruilbeurs georganiseerd in stadion De Goffert. Daar konden de kinderen, maar ook volwassenen, hun albums volmaken en bovendien voorzien van handtekeningen van de spelers en trainer van NEC. En dat deden ze dan dus ook. Honderden verzamelaars en fans onderhandelden over de verschillende plaatjes en stonden vooral in de rij voor trainer Mario Been. Maar ook bij aanvoerder Youssef El Achoui. Je ziet het, het is gekhuis met al die kinderen, maar wel leuk. Spits Johnny van Beukering. Kan je wel zien, ja. We staan al 2 uur lang achter elkaar aantekening zonder rustpauze dus. Maar ja, het is wel leuk. Bij een training? Ja, misschien nog wel zwaarder. En doelman Gabor Babos. Ik voel me net als een open dag. Heel druk, maar dat is gewoon heel leuk. Dat deze actie zoveel kinderen en zoveel mensen hier naartoe brengt voor ons stadion. Is heel leuk om te doen, dus prachtig. Allemaal leuk, allemaal mooi en bovendien een mooie manier om de verloren bekerwedstrijd van woensdag tegen Heerenveen te vergeten. Toch? Nou ja, ja. Ja, wat moet ik zeggen? Het is heel zuur wat gisteren gebeurt, maar ja, de voetbal en de leven gaat verder. Dus wij moeten richten ons op de competitie. Ja, ach ja. Gisteren was gewoon was zonde, had niet gehoeven, maar ja. We moeten ook weer verder. Nou, dan is dit wel even leuk toch tussendoor? Ja, daarom. Inderdaad. Ik werk graag met kinderen, dus dit is wel leuk. Absoluut. Volgens mij ben je redelijk populair ook bij de kids. Ja, ja, niet alleen bij de kids, maar ook. Nee, het is leuk. Zeker. Dus. Heb je eigen plaatje eigenlijk? Nee, dat heb ik niet. Niet even gezocht naar je eigen plaatje? Nee, nee. Maar ik heb heel vaak tegengekomen nu. Dus. Zelf nog een beetje aan het sparen? Nee. De tijd is voorbij. En Mario Been, die is nu nog aan het signeren. Sportweek TV.